Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft in het weekend een slepende ruzie onder dorpelingen van Witagrong opgelost. De bewindsman wist tijdens een kroetoe de verhitte gemoederen te bedaren en een oplossing te vinden die door beide partijen is aanvaard. De kroetoe duurde van zaterdag tot en met zondag. U hoort RO-minister Edgar Dikan. Inderdaad waren we in Witagrong afgelopen weekend. Het slepend probleem over de gemeenschap was daar. We hebben dus partijen bij elkaar kunnen brengen. En in een traditionele kroetoe hebben we dus de zaak besproken. En ik moet zeggen dat ik toch wel heel tevreden ben met het bereikte resultaat. Nou, een heikelpunt was dus zo bekend geworden, om het zo uit te drukken, kapvak 19. We hebben besloten dat de ondernemer, eigenlijk degene die nu de bomen, de houtblokken daar heeft geveld, dus onkosten heeft gemaakt, dat die mag vervoeren voor verkoop. Het resterende deel van het kapvak blijft onder het beheer van het dorp. Dus de uitkomsten die daaruit zullen voortvloeien, zullen terugvloeien in het dorpskas. En de twee partijen die volgens hun, laat me zeggen, versie, toch wel aanspraak maakt op het kapvak, krijgen beide een nieuw kapvak toegewezen. En we hebben ook afgesproken dat wat we daar hebben besproken dus vastgelegd wordt. Aldus minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, die in het weekend een ruzie onder dorpelingen van Witagrong heeft opgelost.